Welkom allemaal. Ik laat je even zien, zoals afgesproken, hoe je een grafiek maakt in Excel. In Google Spreadsheet is het bijna hetzelfde. Het kan zijn dat mijn beeld, ik ben hier te zien, dat het beeld en mijn stem niet helemaal kloppen samen. Maar dat maakt voor het verhaal op zich niks uit. Dit soort grafieken gaan we maken, maar voor nu zal ik ze even weghalen. En dan gaan we ze even samen maken. Dan zie je hoe dat gaat. Ik zal deze ook even weghalen. Dit zijn de gegevens die we volgens mij net in de les samen hebben gemaakt. De ene groep die heeft de temperatuur, dat is volgens mij experiment 2. Die heeft temperatuur aangepast en er is een wachttijd hoort daarbij. En de wachttijd is een seconde, temperatuur in graden Celsius. En groep 1, of experiment 1, die hebben de concentratie aangepast. En de wachttijd hangt van de concentratie af. Het kan ook zijn dat je die concentratie, wat ik vertelde, dan moest je 10 delen door 50 milliliter. En dan moest je hier 20 delen door 50. Het maakt op zich niks uit. Je krijgt 20 gedeeld door 50. Zo. Je krijgt hier dan 0.6 en je krijgt hier 0.8. Je zal zien dat het geen drol verschil maakt. We gaan eerst de bovenste doen. Ik selecteer de gegevens waar ik een grafiek wil maken. En ik ga hier naar boven naar invoegen. Dan ga ik naar grafieken. De spreidingsgrafieken. En als je deze selecteert, dan zie je hem al, dan zie je hem al in je beeld komen. Met een soepele lijn er doorheen. Dat is helemaal makkelijk. Nou, je kan hem oppakken, je kan hem verschuiven. Ik wil hem iets kleiner maken, zodat we er meerdere neer kunnen zetten. Wat ik verder nog zie is, ik ben natuurlijk bij 20 graden begonnen. Dus dit deel van mijn grafiek kan ik weghalen. Dus ik klik op een as. Als ik daar dubbel op klik, dan kan ik hier een minimum aanpassen. En dat minimum, dat pas ik dan aan met 20. Zo. Enter. Hoppa. Klaar. Dan klik ik hem even weg. Dan wil ik een tweede grafiek maken. Want we moesten ook 1 gedeelde wachttijd doen. Zo, dat tik ik even in. En Excel die snapt dat je een formule wil doen als je begint met is. Dus dit is 1 gedeeld door. En dan klik je gewoon deze cel aan. En dan druk je op enter. En dan berekent hij dat voor jezelf uit. Je kan het ook met je rekenmachine doen, maar dit is makkelijk. Als je dan in die cel gaat staan, dan pak je dit kleine vierkantje wat je hier zo ziet. En dan trek je naar rechts en dan doet hij dezelfde berekening bij die andere. Dan selecteer ik weer het hele gebied waarin ik een grafiek wil maken. Invoegen. Ook weer grafiek, ook weer met een kromme. Nou, die zet hij er handigerwijs overheen. Zo, ik kan hem verschuiven. En dit klopt misschien nog niet helemaal, maar deze blauwe, die hadden we al. Dus die selecteer ik gewoon en druk op delete en dan is die weg. Er staat ook een legenda bij. Die kan ik ook selecteren, die kan ik ook weghalen. Zo, en we krijgen dus eigenlijk twee inverse functies van elkaar. Ik heb een grafiektitel. Ik kan hier, reactiesnelheid afhankelijk van, dat was de eerste, temperatuur. En ik kan deze reactie, dit is 1 gedeeld door de wachttijd afhankelijk van temperatuur. Zo, heeft hij ook een titel. Ik klik dit even weg. Wat kan ik verder nog doen? Ik kan grafiekonderdelen invullen als titels. Primair horizontaal. Dat is dus de titel van de x-as. Titel. Wat doe ik nou? Even undo. Als titels. Primair verticaal. Zo. Dus dit is mijn. Kan ik ook weer selecteren. Dit is mijn temperatuur in graden Celsius. Enter. En dit was 1 gedeeld door de wachttijd. Zo, en dat doe ik ook met deze grafiek. Toevoegen als titel horizontaal. Toevoegen als titel verticaal. Nu heb ik hier ook titels. Ja, dit is weer
temperatuur in graden Celsius. En hier heb ik wachttijd in seconden. Nou, dit is wat ik wil zien. Zijn we de eerste, zijn we al klaar. Dan moeten we de tweede grafiek maken. Nou, ik kan naar beneden scrollen. Ik doe precies hetzelfde hier. Ik selecteer mijn gebied. Invoegen. Grafiek met soepele lijnen doorheen. Zo, ook hier kan ik dat eerste gedeelte weer overslaan. Hè? Dus ik selecteer mijn as. Dubbelklik. Nee, dat doet hij niet zoals ik dat wil. Ik kan rechtermuisknop as opmaken. Zo. 10 moet ik hierin. 20 was die vorige. En zo kan ik die weer wegklikken. Onderdeel toevoegen. As titels. De x-as. De y-as. De x-as. Ging van 0 tot 45. Dit was, had iets met concentratie te maken. Heeft voor de rest is niet erg dat het geen eenheid heeft. En dit was de wachttijd in seconden. En dit is de reactiesnelheid. Afhankelijk van concentratie. Oké. Nou, dan kan ik hem wat kleiner maken. Zodat er een tweede grafiek naast past. Zo. Ga ik een tweede grafiek maken. Ook weer 1 gedeeld door wachttijd. Doe ik hetzelfde als hierboven. Druk is. De formule 1 gedeeld door dit. Enter. En ik trek ook dit weer naar rechts. En dan ga ik hetzelfde weer doen. Invoegen. Grafiek. Spreiding met soepele lijn. Iets kleiner. Die blauwe, die selecteer ik weer. Die heb ik al. Die kan ik eruit halen. Mijn legenda kan ik selecteren. Die mik ik er ook uit. En dan as titels. Primair. As titels. Verticaal. Zo. Dit is. Zo. Concentratie. En dit. Dus 1 gedeeld door wachttijd. Reactiesnelheid. Nee, ik doe 1 gedeeld door wachttijd tegen concentratie, noem ik hem. Nou, je ziet hierna 4 grafieken die ik dus terug wil zien. Ik kan ze kleiner maken. Je kan dit Excel documentje kan je naar me mailen. Bestand opslaan als. Ja, stel ik zet hem even op mijn bureaublad. Ja, dan noem ik dit document dus Mark Koren. Ja, ik had geen partner. Ik heb het zelf gedaan. Zo, hop. Dan kan je hem naar mij mailen. Ja, ik hoop dat het helpt. Maakt dus niet uit, kan je dat nog even laten zien. Je kan dit hier inzetten. En nou gaat deze grafiek, die verandert. Maar als ik hier nou invoeg, nieuwe grafiek, zo. Dan zie je dat het voor de vorm van mijn grafiek helemaal geen rol uitmaakt welke concentratie ik gebruik. 0, 2, 0, 4, 6 of 8. Of die vorige die ik had. Het maakt dus niet uit. Ik hoop dat het duidelijk is. Tot in de les. En ik zie je e-mail graag tegemoet. Succes!